Op maandag 5 mei nam directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum in het Borgtheater in Wenen een prestigieuze prijs in ontvangst. Wij hebben een Europa Nostra Award gewonnen. En dat is een Europese prijs die 1 keer per jaar wordt uitgereikt aan instellingen in Europa die zich heel goed hebben ingezet voor het behoud van cultureel erfgoed. In 2012 hebben we als museum ingespeeld op een enorme discussie die ontstond rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Hier vlak voor het museum op de Rode Steen. En een groep bewoners van Horen die verzamelden handtekeningen en die wilden graag dat het standbeeld zou worden verwijderd. En er ontstond een enorme discussie over. Ja. En wat opviel was dat de discussie heel zwart-wit was. Koen was een held of hij was een schurk en er zat heel weinig andere smaken erbij. En wij dachten, als museum kunnen we daar wat mee. We hebben een tentoonstelling georganiseerd in de vorm van een rechtszaak, waarbij de bezoeker het jurylid was. En net als in een echte rechtszaak moest het jurylid al het bewijsmateriaal eerst bekijken. De getuigen à charge en à décharge aanhoren. En pas aan het eind daarvan mocht men een oordeel vellen over de aanklacht. En die aanklacht luidde: Jan Pieterszoon Koen is niet standbeeldwaardig. En we hadden ook een hele bekende rechter. Dat was Maarten van Rossum. Iedereen kent hem wel van televisie, de nationale brombeer. En die was rechter van dienst en die gaf wel uiteindelijk ook zijn eigen oordeel. We hebben ook nog een glossy erbij uitgegeven. En we hebben er ook nog weer allerlei andere activiteiten omheen georganiseerd. Nou, voor dat hele project hebben wij dus die prijs gekregen. Ik vind hem standbeeldwaardig. Niet zozeer omdat ik zeg wat een geweldige daden heeft hij allemaal verricht, maar hij is wel heel erg belangrijk geweest voor de VOC. En het standbeeld zegt ook iets over hoe wij aan het eind van de 19e eeuw, toen het standbeeld er is neergezet, hoe wij toen dachten over geschiedenis en over helden. Dus het standbeeld is eigenlijk meer dan een standbeeld van Koen. En daarbij komt ook nog dat het standbeeld is ook nog eens een keer zoals ze dat noemen, een lieu de mémoire, een plek waar je herinneringen aan hebt. Dus het hoort min of meer bij Horen. En wat ik heel goed vind, is dat er nu een nieuwe tekst op de sokkel van het standbeeld staat, waarin wordt uitgelegd dat je op hele verschillende manieren naar Jan Pieterszoon Koen kan kijken.